In deze introductiefilm over waardegedreven zorg vertellen professionals uit het Erasmus MC wat deze manier van werken oplevert. Voor patiënten en voor de organisatie. Ook hoor je meer over hoe waardegedreven zorg in de praktijk werkt. We zijn in 2014 begonnen met waardegedreven zorg. Waarbij we heel erg sterk de behoefte hadden om de zorg nog meer toe te spitsen op het meten van uitkomsten die er voor onze patiënten het meest toe doen. En zo zijn we met elkaar begonnen met ongeveer 14 specialisten, mammacare verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, om na te denken over wat die uitkomsten zouden zijn en ook op welke momenten we daarnaar zouden willen vragen. Na 3 maanden vragen we de patiënt zelf voor het eerst vragenlijsten in te vullen, om te zien welke klachten er op dat moment spelen. En dat kan heel uiteenlopend zijn. De ene patiënt heeft vooral problemen met mobiliteit, met lopen. De ander is vooral heel erg bang om weer opnieuw een herseninfarct te krijgen, om maar een paar voorbeelden te noemen. En die vragenlijsten kunnen heel erg helpen om de symptomen of de klachten die voor de individuele patiënt het probleem vormen, boven tafel te krijgen. En daar kan je vervolgens met elkaar verder over in gesprek gaan. Ik schaam me altijd een beetje om te zeggen, maar ons consult duurt 10 minuten. Voor mensen met kanker is dat echt belachelijk weinig. We moeten dus zorgen dat we die tijd efficiënt gebruiken. En daar helpt die zorgmonitor ook voor. Je kunt namelijk veel meer bevragen en dan alleen maar daaruit pikken wat negatief scoort of slecht scoort of wat zorgelijk is. En dan kan je dus heel efficiënt je consult ingaan. Je weet eigenlijk al wat de klacht van de patiënt is voordat hij de spreekkamer binnenkomt. Stel je voor, je hebt een puberkind, dan is de ervaring dat de ouders het maar heel slecht op gang komen in gesprek met hun eigen kind. En dat lukt dus nu door die vragenlijsten naar die kinderen en die ouders toe te sturen, lukt het veel beter om die twee met elkaar in contact te brengen. In de eerste plaats zie je dus in de spreekkamer terug op het scherm wat die uitkomsten zijn van de vragenlijsten. Daar kun je concreet iets mee. Dat is 1. En 2, ik denk dat er heel veel winst valt te behalen op een gegeven moment als je de uitkomsten van je eigen centrum kunt vergelijken met de resultaten van andere centra. We zijn daar nog wel mee aan het experimenteren, maar we merken wel al dat het gesprek de juiste kant op kan leiden. En waar we naartoe willen met waardegedreven zorg is dat we gezamenlijke verantwoordelijkheid gaan dragen voor de zorg die in de gehele keten geboden wordt. Ja, de reactie van de patiënt is eigenlijk overweldigend geweest. Die zijn enorm positief hierover geweest. En ondertussen vergaren we natuurlijk enorm veel kennis op het gebied van wat er bij deze patiënten allemaal precies aan de hand is. Want eerder was die zorg heel erg versnipperd voor deze patiënten in den landen. En nu krijg je het veel meer geconcentreerd. Dus we krijgen ook veel beter inzicht wat er allemaal speelt bij deze patiënten. En dat maakt ook dat we daar met alle data die wij verzamelen ook een enorme bron hebben van wetenschappelijke output. Ik ben onwijs trots op het team wat we hebben neergezet. En ik merk ook dat alle mensen die onderdeel zijn van het Turner-team gewoon gedreven zijn om dit zorgpad hoog te houden en verder te laten doorontwikkelen. En ook gemotiveerd zijn en enthousiast zijn om de zorg te verbeteren voor deze patiënten. En dat is waar ik me verantwoordelijk voor voel, om gewoon goede, gedegen zorg te leveren waarbij er voor de patiënt, zou ik maar zeggen, een verbetering merkbaar is en ook voor de zorgprofessional.